die betrokken is bij dit project. En vooral van het gemeentemuseum. En alle mensen, iedereen die interesse heeft gehad in het meewerken aan dit project, heel erg bedankt. Vooral omdat het project van Ruud en mij eigenlijk het eerste project is. Eerste project wat wij voor de eerste keer echt, waar we echt voor hebben gekozen. Want het had te maken met ons vakgebied en ons interessegebied. En dat had een geweldige overlap. Ruud Jansen, zijn werkgebied is beeldende kunst of ontwerpen. En zijn interessegebied is gebarentaal. Mijn werkgebied is gebarentaal. Maar mijn interessegebied is beeldende kunst. Nou, en hoe konden we zo samenwerken, het werkgebied en interessegebied combineren? Dat was iets unieks, iets bijzonders. Dat wilden we gaan maken. En we hadden al heel lang, we wisten dat de mogelijkheid er was, maar toen was nog de vraag hoe. Bijvoorbeeld, met Escher. Dat is een graficus die zeg maar een metamorfose maakt. Daar staat hij bekend om. En het is prachtig met gebarentaal, bijvoorbeeld zo gebaren vissen en die worden dan vogels. Dus je ziet de verandering al. Het gaat heel logisch over in elkaar. Dus dat leek me echt prachtig om dat te laten zien met gebarentaal. En toen dacht ik ook van, goh, nou hoe bestaat het? Ja, het is eigenlijk zo logisch, maar je moet het even zien voordat je het echt kan bedenken eigenlijk. En dat was ook onze uitdaging om heel veel verschillende kunst, hoe kunnen we dat gaan aanpakken? Bijvoorbeeld van die vissen naar de vogel, maar Escher heeft ook nog grafisch werk gedaan, van 7 meter lang kunstwerk gemaakt. Met heel veel metamorfoses erop, hoe doe je dat dan? Maar dat kun je zien op de website, hoe we dat hebben gedaan. Dan mag je zelf zeggen, het was goed of het was helemaal niks.